Goedenavond, welkom in Panorama, welkom in Lent. U merkt, de sfeer zit er al meteen in. Er is de muziek van de Koninklijke Fanfare Lintz Harmonie Orkest. Moed zet bloed, een omineuze titel als mij vraagt, dat hier op het ogenblik de spits afbijt. En er zijn er sommigen die voor achtergrondgeluiden zorgden en luidruchtig acte présence geven, heb je gemerkt. Waarover gaat het? Ik hoef het u nauwelijks te vertellen. We gaan het hier 60 minuten lang hebben over het probleem van de asielzoekers in Lent. Komen die 150 asielzoekers in het afgedankte Lintse klooster terecht of niet? Daarover spreken we met een aantal politiek verantwoordelijken van de gemeente uit Brussel. Met veldwerkers, mensen die de vluchtelingenproblematiek van dichtbij kennen. Maar we spreken in de eerste plaats met de bevolking van Lint, die zich georganiseerd heeft in een actiecomité en in een andere groep. Een actiecomité dat zegt die 150, dat zien we helemaal niet zitten. En een andere groep die zegt solidariteit, medemenselijkheid, mag geen loos woord zijn, ook niet ten aanzien van de zwakste in deze samenleving, de asielzoekers, die kandidaat politieke vluchtelingen. Voor wie er niet bij was tijdens de vakantie, of wie het allemaal een beetje vergeten is, tonen we u eerst eventjes een filmpje wat de gebeurtenissen van de afgelopen weken schetst. Kort en bondig. Groot worden, trouwen, kinderen krijgen en sterven. Zo gaat het leven ook in Lintz een gangetje en zo moet het blijven. Zonder pottenkijkers, vinden veel Lintenaars, vindt ook de gemeente. 17 juli, de gemeenteraad verwerpt bijna eenparig het plan van het Rode Kruis om in het oude Bethanieklooster, het Meihof, 150 asielzoekers een tijdelijk onderdak te bezorgen. Ik heb mijn besluit overgemaakt aan de gouverneur en ik moet wachten op het initiatief van de gouverneur. Dus als je eender waar, welke mensen dan ook, ik zeg niet dat die slechter zijn als wazen. Hè? Als ze muiswerkers moesten zitten, was ik misschien ook geen goeie. Maar waarom moeten ze dat doen? Iemand die niks misdaan moet in zijn land niet gaan lopen. 22 juli, het buurtcomité betoogt. Nee aan de 150. 7 asielzoekers, 1 per 1000 inwoners is meer dan genoeg. We zitten hier misschien met 30, 40 Marokkanen in zo'n schep. Waar men de Heer nog kan loven, waar de mensen belangrijk zijn en de buiten omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar de vogels sluiten, Vlaanderen mijn land, bij het Noordzeestrand. 29 juli, 2500 van de 7000 Lintenaren tekenen een petitie tegen de 150. Een delegatie komt de lijst afgeven bij staatssecretaris Smet. Bij overhandiging is hier dus meer dan 2500 handtekeningen van inwoners van Lint. Ik heb voor hun geregeld dat ze nu een gesprek hebben met het Rode Kruis, want het Rode Kruis heeft het centrum van Lint gehuurd. Ik wist het trouwens, ik heb het ook via de pers vernomen, want dat is hun opdracht. Ik moet daar echt keer per dag te voet voorbij. Als die er dan zo buiten waar rondhangen of zo, als ik die kinderen. Allee, ja, dan voel ik mij toch zo niet op mijn gemak. Vijf augustus. Pastoor Kempenaars doet van op de preekstoel een oproep tot verdraagzaamheid. Niet iedereen is daar blij mee. Als daar vluchtelingen in dat Meihof komen, dan hebben wij vanuit ons geloof ook de opdracht om ze
gastvrij te onthalen. En dat werd bijna onmogelijk door de escalatie van antigevoelens de voorbije tijd. Ze mogen maar komen, maar niet met zoveel. Vlaanderen boven, waar men de Heer nog kan loven. Waar de mensen belangrijk zijn en de buiken omvangrijk zijn. Een kleine gemeente zoals Lint kan niet gestraft worden voor de blunders en de dubbelzinnigheid van de nationale overheid. Meneer burgemeester, u bent de eerste gast vanavond in onze uitzending. U hebt het filmpje over uw gemeente zo pas gezien. Ik heb de indruk dat er wat aan voorlichting moet gebeuren in uw gemeente, want heel wat mensen schijnen te denken dat vluchtelingen per definitie iets misdaan hebben. Vindt u dat ook? Meneer de moderator, ik zou toch wel willen zeggen dat het gemeentebestuur enkel een beslissing genomen heeft in het raam van de openbare orde en de veiligheid. Is die dan bedreigd door de komst van 150 vluchtelingen? Zowel het schepencollege, al de gemeenteraadsleden, als de leden van het OCMW hebben een goede en voldoende voeling met de Lintse bevolking. En zij zijn het best geplaatst om de meningen van de Lintse bevolking te krijgen. Ja, maar dat is het hem juist, hè? De Lintse bevolking voelt zich bedreigd. Waardoor voelt ze zich precies bedreigd? Weet u dat? Inderdaad, het is het volgende. De Lintse bevolking voelt zich bedreigd omdat de komst van 150 asielzoekers voor de gemeente Lint procentueel een aangroei betekent van 2,15%. Indien we dit extrapoleren naar een grote stad als Antwerpen, zou dit betekenen dat een ongeveer 10.000 vluchtelingen zouden zijn die geconcentreerd in Antwerpen moesten samenwonen. En dat vinden de mensen van Lint onaanvaardbaar. Maar is dat een bedreiging van veiligheid en orde? Volgens de gevoelens die het schepencollege en de raadsleden ons of mij hebben gemeld als hoofd van de politie, voelen de mensen zich inderdaad erdoor bedreigd. Waarom dan? Hebt u daar gegevens over dat er hogere criminaliteit is bij vluchtelingen? Ik heb geen gegevens over hogere criminaliteit indien er vluchtelingen komen. Maar nochtans, uit de informatie die mij verstrekt is door andere gemeentes waar dergelijke centra's gevestigd zijn, wordt de politie met extra administratieve taken belast. Nu hebt u het over administratie, dus dat is al niet meer zo veiligheid in orde dan. Ik denk dat de politie, buiten dat zij de criminaliteit bestrijdt, ook een opdracht heeft in administratie. Terwijl ze overbelast wordt met de komst van vluchtelingen, kunnen de andere diensten van de politie niet meer zo functioneren. Slotvraagje nog. Sommigen hebben u en uw gemeente van, groot woord, racisme beschuldigd. Daar bent u het niet mee eens, neem ik aan. De mensen die onze gemeente van racisme beschuldigen, beschuldig ik van een vooringenomen lasterlijke aantijging. Ik zou hier toch wel duidelijk willen zeggen naar de Vlaamse bevolking, naar de Vlaamse kiezer toe, dat op de gemeenteraad van 29 juli, toen wij besloten hebben dat de asielzoekers niet konden komen, ook een besluit genomen hebben waar wij een motie gestemd hebben dat wij het principe erkennen dat de Belgische grenzen moeten openstaan voor politieke vluchtelingen. Maar niet in Lint. Niet in Lint. In dergelijke mate. In minder mate wel dan? Ik. Waarom zeven? Ik moet zeggen, wij hebben nu een besluit genomen van op dit moment geen politieke vluchtelingen in Lint binnen te laten. Nochtans moet ik zeggen dat het OCMW reeds initiatieven genomen had om politieke vluchtelingen in ons dorp op te nemen. Oké, we gaan eens zien of iedereen in Lint het daarmee eens is. Meneer burgemeester, alvast hartelijk bedankt. Dank u. Meneer Kempenaars, de pastoor van Lint, op een gegeven moment, we hebben het gezien, hebt u het woord genomen. Vond u het te ver gaan? Ja, ik vond dat ik niet langer meer mocht zwijgen. Dat tijd van spreken nog wel gekomen was. Omdat gastvrijheid toch een evangelische waarde is die heel belangrijk is voor ons geloof.
En omdat die niet meer mogelijk dreigde te worden. En daarom heb ik dus inderdaad geoordeeld, samen met de mensen van het profiteam, dat wij moesten spreken. En we hebben dan opgeroepen tot mildheid en verdraagzaamheid die gastvrijheid, als die nodig zou zijn, toch mogelijk zou maken. En heeft dat gewerkt? Waren er reacties op uw optreden? Ja, ik heb heel wat reacties gekregen. Enkele mensen die niet begrepen dat een pastoor daarover uitspraken doet. Maar ook heel vele reacties van gans Vlaanderen, omdat de pers ook op mijn nek geduikt is natuurlijk. Ah ja. En die hele Vlaanderen heeft daarvan gehoord. En ik heb enorm veel brieven en telefoons gekregen van mensen die mij bemoediging wilden laten geworden. Dat is ook wel waar. Sommige mensen zeggen dat u zich op politiek vlak hebt begeven. Ja, maar toch wel niet het partijpolitieke vlak. Want daar wens ik me helemaal niet over uit te spreken. Maar ja, alles wat wij doen is politiek. Niet spreken, zwijgen is ook politiek. En ons geloof is niet iets dat alleen maar verticale dimensies heeft. Het heeft ook een maatschappelijke dimensie. Alles wat wij doen is gekruid en gekleurd door ons geloof. Goed, we gaan even praten met de mensen van een beweging, eigenlijk moeten we het noemen, Gastvrij Lint. Een soort reactie. Heeft de pastoor u aangestoken met zijn toespraak? Nee, de pastoor heeft ons helemaal niet aangestoken. Gastvrij Lint is een groep die ontstaan is uit een gevoel van vluchtelingen, dat zijn mensen zoals jij en ik. En die hebben dezelfde plichten en dezelfde rechten. En wij willen die mensen gastvrij ontvangen. En wanneer ik de burgemeester hoor praten, dan wil ik daar het volgende op zeggen. Er is een groot deel van de Lintse bevolking, en die is dan misschien nu samengekomen in een groep die zich noemt Gastvrij Lint, die zich nog bedreigd, nog gestraft, nog bang voelt door de komst van vluchtelingen. Integendeel, wij vinden dat een uitdaging, dat die mensen komen. Wij vinden dat een stuk opdracht voor ons. En wij hebben het volste vertrouwen dat op den duur het een humane verrijking gaat zijn voor beide partijen, zowel voor de vluchtelingen als voor de Lintenaren. Over hoeveel mensen gaat het die zich bij uw ideeën aansluiten hier in Lint? Ik kan daar geen cijfer op plakken. Ik kan alleen zeggen dat de groep ontstaan is onder impuls van onze affiche Gastvrij Lint ook voor vluchtelingen. Van die affiche zijn er ongeveer 150 verspreid. Dat zijn mensen die zeer bewust zelf gaan zoeken naar de affiche. Dus wij kunnen zeggen dat die mensen zeer bewust gekozen hebben om die aan hun raam te hangen. Maar in het comité, in het anticomité, ze hebben dus 2500 handtekeningen verzameld. Dat is heel wat, hè, op een bevolking van 7000. Ja, en het is ook zeer snel gegaan in het buurtcomité. Bij ons is de vorming van de groep veel trager gegaan. Misschien wel een beetje diepgaander, het zou best kunnen. En wij hebben ook vastgesteld dat in de loop van de laatste weken er heel wat affiches handen af van Lint zijn verdwenen. En de groep van Gastvrij Lint groeit nog steeds aan. Als dat een teken kan zijn. U had ook opmerkingen bij het verzamelen van die handtekeningen? Ik ben persoonlijk daar niet door aangesproken. Ik denk dat men mij gemist heeft. Ik denk dat ik niet thuis was. Ik was dan die avond wel op de verzameling bij de betoging. Ik heb dat rustig aangekeken. Ik heb een aantal dingen van het buurtcomité rustig aangekeken. En ik heb me er telkens onwel bij gevoeld. En van daaruit ben ik achter de affiche gaan staan. Oké, over naar Palmas.